Professor Salomons is hoogleraar privaatrecht sinds 1999. Tot 1 januari 2007 was hij voorzitter van de afdeling privaatrecht en voorzitter van de opleidingscommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de UvA. Zijn onderzoek concentreert zich op het Nederlandse en op het Europese goederenrecht. Naast zijn werkzaamheden bij de faculteit is hij ook raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam. Professor Salomons, wat is goederenrecht? Goederenrecht is dat deel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met absolute rechten op goederen. En dat wil zeggen, absoluut wil zeggen, rechten die voor iedereen in de wereld geldend gemaakt kunnen worden, gehandhaafd kunnen worden. En wat is dan eigenlijk een goed? Een goed, dat is een heel belangrijk begrip in het vermogensrecht dat eigenlijk geen wettelijke definitie heeft. Het is een verzamelbegrip voor twee objecten die wel omschreven worden, namelijk zaken en vermogensrechten. Zaken zijn stoffelijke objecten die voor menselijke beheersing vatbaar zijn. En dan moet je dus denken aan water dat in een fles zit, of een fiets, of een auto. Vermogensrechten is een moeilijker begrip. Daarbij moet je denken aan rechten die verkregen zijn voor geldelijk voordeel, of die ruilwaarde hebben en dergelijke. Bijvoorbeeld een vergunning is een mooi vermogensrecht. Nou, zaken en vermogensrechten tezamen vormen de categorie goederen. Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen een goed en een onroerend goed? De wet maakt inderdaad onderscheid tussen roerende en onroerende objecten. Dat slaat enkel op zaken, niet op goederen. En dat onderscheid is voor vele vragen van belang, zoals welk zekerheidsrecht kan op het object worden gevestigd, welk fiscaal regime geldt voor het object en dergelijke. Voor roerende zaken gelden ook heel andere overdrachtsregels. Dus dat onderscheid is in het hele goederenrecht van groot belang. En een onroerend goed is dan iets wat zich niet kan bewegen? Een onroerend goed is volgens de Hoge Raad een object dat met de grond is verenigd en dat bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dus een staakcaravan die is neergezet met de bedoeling om als kantoorruimte dienst te doen en dat voor een bepaalde periode, zeg een paar jaar, die bestemming heeft, die wordt geacht onroerend te zijn. Maakt het veel uit of iets een roerend of een onroerend goed is en hoe bepaal je dat? Dat onderscheid is inderdaad van groot belang voor verschillende onderdelen van het privaatrecht. In de eerste plaats voor het aansprakelijkheidsrecht. Als een zaak onroerend is, dan heeft de eigenaar, de bezitter, te maken met opstalaansprakelijkheid. Wanneer de zaak roerend is, dan zou hij hooguit uit hoofde van gebrekkige roerende zaaksaansprakelijkheid kunnen worden aangesproken. Voor het fiscale recht maakt het ook groot verschil. Wanneer een zaak onroerend is, dan heeft de eigenaar te maken met onroerende zaakbelasting. Wanneer de zaak wordt overgedragen, heb je te maken met overdrachtsbelasting. Zou daarentegen sprake zijn van een roerende zaak, dan heb je hooguit te maken met de verplichting om btw in te houden. En tenslotte, voor ons goederenrecht maakt het uit, want je moet weten of het een roerende of onroerende zaak is om te weten welk zekerheidsrecht je erop kan vestigen. Een roerende zaak moet verpand worden, een onroerende zaak moet verhypothekeerd worden. Hoe zit het dan met telefoonkabels die onder je huis doorlopen? De Hoge Raad heeft beslist in het Porta-Cabin-arrest, 10 jaar geleden alweer, dat die zaken onroerend zijn die met de grond verenigd zijn en bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Ten aanzien van telecomkabels heeft de Hoge Raad in 2003 gezegd dat ook die onroerend zijn volgens datzelfde criterium. Telecomkabels zijn duurzaam met de grond verenigd en zijn bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven. En dat was voor de wetgever aanleiding om in te grijpen. Dus er is heel kort geleden, een aantal maanden geleden, een nieuwe wet van kracht geworden op grond waarvan netwerken zoals telecomkabels, telefoonleidingen en dergelijke eigendom blijven van degene die ze in de grond stopt, die dus een netwerk aanlegt. Daar geldt wel één voorwaarde bij. Je moet wel bevoegd zijn tot de aanleg van dat netwerk. Want je legt een netwerk aan onder de grond van anderen en daar moet je de bevoegdheid toe verkregen hebben. En dat kan zijn dat het een publiekrechtelijke bevoegdheid is, dus op grond van een vergunning of de belemmeringenwet privaatrecht. Het kan ook een privaatrechtelijke bevoegdheid zijn, bijvoorbeeld een contract of lastgeving. Dan zou dan de overheid een private onderneming bevoegd hebben gemaakt om onder je huis door te graven? Dat zou kunnen, ja. Maar je moet ook denken aan een geval dat de gemeente zelf een lantaarnpaal met kabels op je erf zet. Dat mag op grond van de belemmeringenwet privaatrecht. En dat elektriciteitsnetwerk blijft dan dus in het onbevoegd is, publiekrechtelijk, om dat netwerk aan te leggen. Hoe absoluut is de grens tussen relatieve rechten en absolute rechten?
Die grens is door de Hoge Raad nogal scherp getrokken in 1905 in het beroemde arrest Blauwboer-Berlips. In dat arrest ging het om een contractuele verplichting om een weg aan te leggen op een bepaald stuk grond. De Hoge Raad heeft toen beslist dat die contractuele verplichting niet overgaat als het stuk grond wordt overgedragen. Dus daarmee heeft de Hoge Raad gezegd dat relatieve rechten en absolute rechten los van elkaar staan. De verkrijgen van een stuk grond heeft niets te maken met de verplichtingen die de voorganger op zich heeft genomen. Dus in 1905 werd de grens waarop je doelt heel scherp getrokken. Maar na 1905 is die grens wel weer vervaagd. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik de kwalitatieve verplichting die we in het Nieuw-BW van 92 hebben gekregen. Dat is een relatief recht dat door inschrijving in de openbare registers absoluut gemaakt kan worden. Dus een voorbeeld van de osmose tussen relatieve en absolute rechten. En in het Romeinse recht was toch altijd, we hebben volgens mij ooit geleerd bij Europese rechtsgeschiedenis, dat koop breekt huur of koop breekt geen huur. Hoe zat dat dan eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. De regel koop breekt geen huur, die niet uit het Romeinse recht afkomstig is, maar veel later ontstaan is. Dat is ook een voorbeeld van een relatief recht dat zich niets aantrekt van die grens tussen relatieve en absolute rechten. Een huurder is veilig wanneer het huis dat hij huurt of het stuk grond dat hij huurt of pacht wordt overgedragen aan een ander. Dus zijn relatieve huurrecht, relatieve pachtrecht, weegt op tegen, is sterker dan het eigendomsrecht, het absolute recht van de nieuwe rechthebbende. En wat is eigendom? Wat is eigendom? Alweer een kernbegrip uit het vermogen zegt dat het moet stellen zonder wettelijke definitie. Het enige dat het wetboek zegt is dat eigendom het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. En dat leert ons twee dingen. In de eerste plaats dat eigendom alleen mogelijk is bij zaken, bij stoffelijke objecten. En in de tweede plaats dat het een recht is dat een persoon kan hebben. En dat er niemand is die een meer omvattend recht heeft dan hij. Dus alle andere rechten die er bestaan hebben een beperkter reikwijd dan dat eigendomsrecht. Maar wat je nu precies mag als eigenaar leert die definitie dus niet. Maar je hebt een recht op een zaak. Dus je hebt niet... Dus de zaak, je kan eigenlijk, klopt het niet als je zegt dit is van mij. Want je hebt eigenlijk, het recht op de zaak is van jou, de zaak zelf is gewoon de zaak. Ja, dat is een spraakverwarring waar de wetgever wel zich van bewust was. Hè. Dat misverstand ontstaat doordat wij spreken van zaken, terwijl we inderdaad bedoelen rechten op zaken. Eigendom is niet de zaak, het is het absoluut recht op die zaak. Dus de spraakverwarring is onvermijdelijk, maar ik geloof dat het in de praktijk niet tot problemen leidt. Welke rechten heb je als eigenaar? Naar Nederlands vermogen zegt, moet je in de wet kijken om te weten wat eigendom is, omdat een definitie ontbreekt. En dan kan je dus een lijstje maken van de bevoegdheden die de wet jou toekent. Het allerbelangrijkste recht is, denk ik, de bevoegdheid om de zaak te gebruiken, de gebruiksbevoegdheid. Artikel 1 van boek 5 wordt dat meteen ook toegevoegd aan die definitie die ik zojuist citeerde. Daarnaast heb je ook de bevoegdheid om de zaak op te vorderen, als de zaak in handen is gekomen van iemand die daar geen recht op heeft, de revindicatiebevoegdheid. En ook is de eigenaar bevoegd om de zaak over te dragen aan een ander of de zaak met een beperkt recht te bezwaren. En wat is dan het verschil tussen deze bevoegdheden en beschikkingsbevoegdheid? De bevoegdheid waar ik zojuist op doelde, de bevoegdheid om te vervreemden of te bezwaren, dat noemen we de beschikkingsbevoegdheid. Dus dat is een verzamelbegrip voor die twee bevoegdheden. Op zich is er eigenlijk geen verband tussen gebruiksbevoegdheid en beschikkingsbevoegdheid. Want beschikkingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een bepaald type rechtshandeling te verrichten. Dus hetzij vervreemden, hetzij te bezwaren. De gebruiksbevoegdheid is, dat kan zowel een feitelijke bevoegdheid zijn. Dus gewoon de yoghurt opdrinken, in de auto rijden, feitelijke handelingen. Daarnaast kan het ook bestaan in het verrichten van rechtshandelingen, zoals verhuren. Dat is ook een bevoegdheid die je hebt uit hoofde van jouw gebruiksbevoegdheid. En je zou ook kunnen volhouden dat de bevoegdheid om een zaak bij de vuilnis te zetten, met de bedoeling om daar afstand van te doen, hè, dus de eigendom kwijt te raken, voortvloeit uit je gebruiksbevoegdheid. Dus ook bevoegd om een rechtshandeling in die zin te verrichten. Wat is het verschil tussen een recht op revindicatie hebben en een vordering hebben op teruggave van een goed? Of is het eigenlijk hetzelfde? Nee, je moet dat goed uit elkaar houden. Revindicatie bevoegd zijn wil zeggen dat je dus de zaak mag opvorderen onder degene die de zaak heeft, houdt, zegt de wet, zonder eigen recht. Dat kan dus zijn een huurder die de huurprijs niet meer betaalt, die moet de zaak teruggeven. Of een bruiklener die niet langer het recht heeft om de zaak onder zich te houden,
Daarvan kan de eigenaar zeggen, ik wil de zaak terug, ik refundiceer die zaak. En het mooie van die bevoegdheid is dat hij zakelijke werking heeft. Hij heeft, zeggen we dan, zaaksgevolg. Het recht om die zaak op te vorderen volgt de zaak, ook als die zaak in handen komt van een derde. Dus als de bruiklener die zaak aan een derde heeft verkocht en geleverd, dan zal ook die derde de zaak moeten afgeven aan de refundiserende eigenaar. Dat ligt heel anders bij het persoonlijke recht om een zaak terug te vorderen. Bijvoorbeeld wanneer ik een actie uit onverschuldigde betaling instel tegen iemand aan wie ik per ongeluk de zaak heb afgegeven. Dat is een persoonlijk recht op teruggave. En mocht de aangesprokene inmiddels failliet zijn verklaard, dan zal ik met mijn persoonlijk recht op teruggave niet ver komen. Want ik zal mijn vordering moeten indienen in het faillissement, dus bij de curator. En dan maar hopen dat te zijner tijd, als de boedel wordt afgewikkeld, er nog iets voor mij overblijft. Maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. Dus in de praktijk is het verschil tussen tot revendicatie bevoegd zijn en een persoonlijk recht op teruggave hebben heel erg groot. Dus in het geval dat je het recht hebt op revendicatie van een goed wat in de boedel valt, dan is dat geen probleem? Nee. Nee. Eigendom wordt gedefinieerd als het meest volledige recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Wat betekent dit dat er helemaal geen beperkingen zijn aan de rechten van een eigenaar? In dit artikel 1 van boek 5, waar dit in staat, wordt ook de gebruiksbevoegdheid geregeld. En daar worden meteen ook een aantal beperkingen genoemd. Dus dat zijn beperkingen op de bevoegdheid van de eigenaar om de zaak te gebruiken. Dat is met name de verplichting om rekening te houden met de rechten van anderen. De eigenaar moet zich er wat van aantrekken als hij zijn zaak heeft verhuurd, dat spreekt vanzelf. Ook moet de eigenaar verplichtingen in acht nemen die voortvloeien uit het geschreven of het ongeschreven recht. Dus de eigenaar van een huisdier zal er rekening mee moeten houden dat in de wet staat dat je huisdier niet mag mishandelen bijvoorbeeld. En dat is een beperking aan de gebruiksbevoegdheid van de eigenaar. Een wettelijke beperking. Daarnaast zijn er dus ook nog ongeschreven beperkingen. En dan moet je denken aan alles wat in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is en uit dien hoofde dus onrechtmatig is. En daar moet je ook als eigenaar rekening mee houden. Je mag dan niet jouw gebruiksrecht uitoefenen. En dus is een soort misbruik van je recht? Ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Als je in de parlementaire geschiedenis kijkt, staat daar dat die beperkingen eigenlijk het eigendomsrecht zelf al inperken. Je hebt die bevoegdheid gewoon niet. Het is niet zo dat je het mag, maar je bent aansprakelijk als je het toch doet. Nee, je kan het gewoon eigenlijk niet doen. En hoe zit het dan met hinder? Hinder is een bepaling die we vinden in het burenrecht. Dus dat regelt speciaal de verplichtingen en de rechten van eigenaren van stukken grond tegenover mensen die een naburig erf in eigendom hebben. En de allerbelangrijkste bepaling uit het burenrecht is artikel 37 boek 5, het zogenaamde hinderverbod. En dat houdt in dat het verboden is om je buren, de eigenaren van de naburige erven, lastig te vallen met lawaai, met stank, met rook en dergelijke. Althans, voor zover die hinder onrechtmatig is. Dus naar de mate onrechtmatig is of op een wijze die onrechtmatig is. In dat geval kan de buurman, de buurvrouw in actie komen en jou aanspreken uit hoofde van hinder. En hoe verhoudt hinder zich dan met bijvoorbeeld een vordering op grond van onrechtmatige daad? Eigenlijk is dat identiek. De actie die je instelt is een actie uit onrechtmatige daad. Zij het dat je in de bewijslast veel makkelijker staat. Je hebt gewoon als eigenaar van een stuk grond het recht om niet gestoord te worden door andere eigenaren in de omgeving. En wat zijn beperkte rechten? Beperkte rechten, dat kan je zien als tijdelijke afsplitsingen van het eigendomsrecht. Dus als ik dat kan verduidelijken met een voorbeeld. Het pandrecht is een beperkt recht, want het is een tijdelijke afsplitsing van een stukje van de eigenaarsbevoegdheden, namelijk de beschikkingsbevoegdheid. De eigenaar geeft tijdelijk de beschikkingsbevoegdheid uit handen aan de pandhouder, om zodoende de pandhouder in staat te stellen de zaak te gelden te maken, over te dragen, wanneer ik mijn verplichting jegens die pandhouder niet nakom. En wat is dan een afhankelijk recht? Afhankrecht, dat is een recht dat niet kan bestaan zonder een hoofdrecht, een daaraan verbonden recht. Een pandrecht is toevalligerwijs ook een afhankelijk recht. En dat wil zeggen, pandrecht is verstrekt voor bepaalde schuld, ter verzekering van een bepaalde schuld. Als die schuld teniet gaat, gaat dat pandrecht ook teniet, want het is afhankelijk van het voortbestaan van die schuld. Wat zijn dan nevenrechten? Nevenrechten, dat zijn rechten die mee overgaan wanneer de schuld waarvoor ze verstrekt zijn, worden overgedragen. Dus wanneer er een schuld bestaat in verband waarmee een pandrecht is gevestigd en die schuld wordt overgedragen aan een derde,
dan gaat dat pandrecht mee over op de nieuwe schuldeiser. Maar is dat dan net zoiets als een afhankelijk recht? Ja, die twee zijn door de wetgever heel nadrukkelijk verbonden in artikel 82, waarin wordt bepaald dat afhankelijke rechten meteen ook nevenrechten zijn. Op welke manier kan je eigenaar worden? Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan door erfopvolging, door overdracht, door natrekking enzovoort. Een hele reeks van manieren om eigenaar te worden, verkrijger te worden. Het is gebruikelijk om daarbij een onderscheid te maken tussen originaire verkrijging en derivatieve verkrijging. Waarbij originaire verkrijging staat voor die verkrijgingsvormen waarbij een nieuw recht ontstaat. Denk aan natrekking of verjaring. En daarnaast de derivatieve verkrijging. Dat is het geval wanneer je je recht ontleent aan een ander, waarbij dus het recht al bestond. En de belangrijkste voorbeelden daar zijn overdracht en erfopvolging. En als ik bijvoorbeeld een heel leuk kastje bij de vuilnis vind, is dat dan originaire verkrijging als ik het mee naar huis neem? Dat is een bijzonder geval, want wanneer zo'n geval bij de vuilnis is gezet, is waarschijnlijk sprake van een situatie waarbij de eigenaar de eigendom heeft prijsgegeven. Dan was er dus op dat moment geen eigenaar meer, een res nullius noemen we dat. En wanneer je zo'n zaak in bezit neemt, word je daardoor al eigenaar. En dat is dan inderdaad een nieuw eigendomsrecht. Hoe weet je nou wanneer iets een hoofdzaak is of een bestanddeel? Van beide geeft de wet een definitie. Bestanddeel, dat is het belangrijkste. Bestanddeel is bestanddeel omdat de verkeersopvattingen dat zeggen. Dat is de belangrijkste regel. Daarnaast zijn ook bestanddeel objecten die zozeer aan een ander object verbonden zijn, aan een hoofdzaak verbonden zijn, dat ze niet meer losgemaakt kunnen worden zonder hetzij het bestanddeel, hetzij die hoofdzaak te beschadigen. Ook dan is sprake van een bestanddeel. En de wettelijke definitie van hoofdzaak houdt in dat iets hoofdzaak is wanneer hij dat object veel duurder is dan de andere objecten. Of wanneer alweer de verkeersopvattingen dat zeggen. Waarom is het eigenlijk van belang om een hoofdzaak te onderscheiden van een bestanddeel? In welke gevallen? Ja, het belang schuilt in de eigendomsvraag. Wanneer iemand een zaak verkrijgt, dan wordt hij ook eigenaar van de bestanddelen van die zaak. Het mooiste voorbeeld vind ik, wanneer je schoenen koopt in een schoenenwinkel en bij passen zaten er veters in die schoenen, dan mag je ervan uitgaan dat die veters bestanddeel zijn van die schoenen. En dan behoren die dus aan jou meegeleverd te worden. Wat als het niet mogelijk is om een hoofdzaak aan te wijzen? Wanneer er geen hoofdzaak is of wanneer die niet kan worden aangewezen, dan zal sprake moeten zijn van twee gelijkwaardige zaken. En daarvan zijn de afzonderlijke eigenaren dan mede-eigenaar. Dus wanneer twee stukken buis aan elkaar worden verbonden met lijm of door lassen, dan zal dat collectief van eigenaren mede-eigenaar worden van de nieuwe, langere buis. En wat is dan het verschil tussen zaaksvorming en vermenging? Het essentiële onderscheid tussen zaaksvorming en vermenging zit hem in de vraag of er een echt nieuwe zaak is ontstaan. In het geval van zaaksvorming is dat vereist. Dus je spreekt alleen maar van zaaksvorming wanneer er een echt nieuwe zaak is ontstaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het geval dat een chef-kok ingrediënten gebruikt om een culinair hoogstandje te maken. En dan is er een echt nieuwe zaak ontstaan. We noemen dat een novum. En daarvoor gelden afwijkende eigendomsregels, want de gewone regels in geval van vermenging, wanneer dus iemand met minder culinair talent ingrediënten gebruikt om een soep te maken, daar treedt niet meer dan vermenging op. En daar geldt als hoofdregel dat de eigenaren van de ingrediënten ook mede-eigenaar worden van het nieuwe gerecht, de nieuwe soep. En is deze regel voor de praktijk van belang? Ja, het belang van dit onderwerp schuilt vooral in de industriële fabricage. Dan moet je denken aan een geval dat een fabrikant van tv's onderdelen inkoopt. Die worden dan standaard geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wanneer die fabrikant die onderdelen gebruikt in het fabricageproces, dus assembleert tot een tv, dan wordt hij door zaaksvorming eigenaar van die tv's en dan is dat eigendomsvoorbehoud dus vervallen. Eigendom kan ook worden overgedragen. Wanneer is een eigendomsoverdracht geldig? Voor een geldige overdracht bevat de wet een drietal vereisten. Er moet sprake zijn van een geldige overdrachtstitel. Er moet geleverd worden en degene die overdraagt moet bevoegd zijn om over dat object te beschikken. Hij moet beschikkingsbevoegd zijn. En kan je ieder goed zomaar overdragen? Nee, er is altijd nog een voorvraag te vinden in artikel 83 boek 3. Het moet wel gaan om een overdraagbaar object, een overdraagbaar goed. Kan je de overdraagbaarheid van een goed als rechthebbende ook beperken? Ja, ten aanzien van vorderingen kan dat. De wet zegt in artikel 83 dat het mogelijk is om contractueel te bepalen dat een vordering niet vatbaar is voor overdracht aan een derde. En dat mag men afspreken, dat is iets tussen partijen. Ten aanzien van zaken wil de wetgever dat niet hebben. Dus eigendom
mag je niet contractueel onoverdraagbaar maken. Dat is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor beperkte rechten. Ook die zijn in beginsel overdraagbaar. En zowel voor eigendom als voor beperkte rechten geldt wel dat de wet zich kan verzetten tegen overdraagbaarheid, tegen overdracht. En ook kan uit de aard van het recht voortvloeien dat overdracht niet mogelijk is. Staat er eigenlijk ook zoiets als een goede rechtelijke overeenkomst? Ja. We zijn hier in Amsterdam en in Amsterdam leren wij onze studenten dat dat inderdaad een vereiste is. Er moet geleverd worden door middel van het sluiten van een goede rechtelijke overeenkomst. Dus er is ook op dat moment nog een rechtshandeling die eventueel ongeldig zou kunnen zijn. Op andere faculteiten in het land, met name Groningen, leert men dat de goede rechtelijke overeenkomst niet bestaat. En dat dus de levering iets puur feitelijks is, waarbij er juridisch niets mis meer kan gaan in die fase. Terwijl bij levering kan toch heel veel misgaan? In juridische zin, nou, je moet denk ik in dit geval uitgaan van roerende zaken, want het is voor elke categorie goederen weer een ander verhaal. Bij roerende zaken bestaat de levering uit bezitsverschaffing en men leert in Groningen dat dat een puur feitelijke aangelegenheid is. Dus zodra maar duidelijk is dat de verkrijger nu bezitter is geworden, is de levering geslaagd. Wij in Amsterdam leren dat er wel degelijk een rechtsmoment zit in die bezitsverschaffing. Dus als iemand onder bedreiging gedwongen wordt om te leveren door bezitsverschaffing, dan kan dat wat ons betreft worden teruggedraaid. Sprake is van een wilsgebrek bij de totstandkoming van die goederenrechtelijke overeenkomst. Wat wordt er bedoeld met dat er voor overdracht sprake moet zijn van een geldige titel? Geldige titel is een van de lastigste onderdelen, denk ik, van het goederenrecht. Meest ongrijpbaar voor studenten met name. Wij gaan tegenwoordig uit van een definitie die in 1974 gelanceerd is door de Nijmeegse hoogleraar Hartkamp. Die is gekomen met de definitie dat de titel de rechtsverhouding is die aan de overdracht ten grondslag ligt en deze rechtvaardigt. En ik denk dat alleen maar duidelijk kan worden gemaakt door het geven van voorbeelden. Een koopovereenkomst, daar vloeien verbintenissen uit voort. Eén daarvan is de verbintenis tot levering van het goed in kwestie. Die verbintenis tot levering is de grondslag voor overdracht en rechtvaardigt ook dat de koper eigenaar wordt. Een bruikleenovereenkomst daarentegen geeft dan een rechtsverhouding tussen twee partijen, maar die is niet een grondslag voor overdracht, want die rechtvaardigt niet dat de bruiklener eigendom zou verkrijgen. Is het in andere landen ook zo dat geldigheid van de overeenkomst afhankelijk is van het aanwezig zijn van een geldige titel voor overdracht? Nee, dat is niet zo. In Nederland is die regel dus wel daar is wel voor gekozen, artikel 84 boek 3. In Duitsland gaat men uit van een ander stelsel, het zogenaamde abstracte stelsel. En in een abstract stelsel is de geldigheid van de titel niet vereist voor geldigheid van de overdracht. Dus als de overdracht eenmaal voltooid is en nadien wordt de titel vernietigd, bijvoorbeeld op grond van een wilsgebrek, dan tast dat de overdracht niet meer aan. De verkrijger is en blijft eigenaar. En bij ons tast het de overdracht wel aan? Ja, dat vernietiging van de titel heeft terugwerkende kracht naar Nederlands recht. Dus er is achteraf bezien nooit een geldige titel geweest en dus geen geldige overdracht. Op welke wijze kan geleverd worden? De wijze van levering van een goed hangt helemaal af van de aard van dat goed. In afdeling 2 van titel 4 boek 3 vind je voor ieder type goed hoe geleverd moet worden. Een voorbeeld te noemen, artikel 89 boek 3 bepaalt hoe een registergoed, dus een huis bijvoorbeeld, moet worden geleverd. En dat gebeurt door het opmaken van een notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Heel anders bij roerende zaken die worden geleverd door bezitsverschaffing, artikel 90. Wat is bezit? Wat heb je daarvoor nodig? Bezit, ook alweer een van die ongrijpbare begrippen uit het goederenrecht. Bezit is volgens de wetgever het houden van een goed voor jezelf. En onder houden mag je verstaan macht uitoefenen. Dus bezitten is macht uitoefenen over een object voor jezelf, niet voor een ander. Als je dergelijke macht uitoefent juist wel voor een ander, dan ben je houder. Dus bezit staat erover houderschap. En is het van belang om daar een onderscheid in te maken tussen houder en bezitter? Ja, dat speelt een belangrijke rol bij het overdrachtsrecht. Dus de wijze van verkrijging van roerende zaken, daar is het van belang om te weten of iemand bezitter is of niet. Bezitverschaffing is vereist voor de levering. Dus je moet kunnen vaststellen dat de verkrijger bezit heeft verkregen. Anders kan de overdracht niet geslaagd zijn. Is het lastig om te bewijzen dat je bezitter bent? Dat hangt ervan af of je de zaak nog in je macht hebt. Als je een zaak onder je hebt, in je handen hebt, letterlijk, een boek bijvoorbeeld, dan word je geacht daarvan de bezitter te zijn. Want degene die macht of een goed uitoefent wordt op grond van artikel 109 boek 3 geacht daarvan de bezitter te zijn. Als je die macht kwijt bent bijvoorbeeld omdat je bent bestolen,
dan heb je het heel wat moeilijker. Want dan is juist de dief degene die macht uitoefent en dus degene die door de rechter geacht moet worden de bezitter daarvan te zijn. En dus ook de rechthebbende daarvan te zijn. Dus het hangt er maar van af of je de zaak nog in je macht hebt of niet. En als je bezitter bent, ben je dan ook gelijk eigenaar? Nee, gelukkig niet. Als je eigenaar van een zaak bent die wordt gestolen, dan ben je wel het bezit kwijt. Maar niet de eigendom. De dief is er vandoor met de macht en dus met het bezit. Maar hij is niet eigenaar. Dat zal hij eventueel na 20 jaar kunnen worden door verjaring. Maar in de tussentijd kan de eigenaar de zaak revendiceren om daarmee ook het bezit weer terug te krijgen. En stel nou dat ik houder ben, is het dan niet heel makkelijk om mezelf van houder tot bezitter te verklaren en daarmee het vermoeden op te wekken dat ik ook eigenaar ben? Ja, een van de mooie regels in het kader van het bezitrecht houdt in dat wettelijke regels over het bezit altijd voorgaan boven de verkeersopvattingen. En een van die wettelijke regels is artikel 111 boek 3. En artikel 111 boek 3 bevat het zogenaamde verbod op bezitsinterversie. En dat houdt heel simpel gezegd in dat iemand die houder is zichzelf niet zomaar tot bezitter kan maken, juist om te voorkomen wat jij beschrijft. Dus een houder zal moeten doorgaan met houden voor die ander. En er zijn maar twee uitzonderingen op. Hij kan toestemming krijgen van de rechthebbende om op te houden met houden. Dat kan zich voordoen als de eigenaar de zaak niet meer terug hoeft. Hij kan zichzelf ook tot bezitter maken door duidelijk aan het adres van de eigenaar te zeggen dat hij niet langer bereid is diens recht te erkennen. En dat is natuurlijk voor de eigenaar het moment om de zaak te revendiceren. Wat is het verschil tussen bezitsverschaffing en bezitsoverdracht en hoe verhoudt het dan met eigendomsoverdracht? Bezitsverschaffing is het overkoepelende begrip. Je vindt het in artikel 90 boek 3. Dus bezitsverschaffing is de handeling waardoor de wederpartij, de ander, tot bezitter wordt gemaakt, ongeacht of je zelf het bezit hebt. Dus een houder kan een ander tot bezitter maken door bezitsverschaffing. Bezitsoverdracht is een beperkter begrip. Daarvan is sprake wanneer een bezitter zijn bezit aan een ander overdraagt. Dus daarvoor is bezit bij de overdrager vereist. In het kader van de eigendomsoverdracht is het van belang, want bij roerende zaken is weliswaar vereist dat er bezit wordt verschaft, maar bij een hele belangrijke leveringsvorm is dat niet voldoende, namelijk de levering door constitutum possessorium. Dat is de levering door enkele afspraak dat het bezit overgaat. Die leveringsvorm staat alleen maar open voor bezitters en niet voor houders. En kan een houder door bezitsoverdracht iemand bezitter maken? Nee, dat kan dan dus niet, want bezitsoverdracht kan per definitie alleen door een bezitter verricht worden. Dus een houder is tot niet meer dan bezitsverschaffing in staat. Kan een houder brevi manu leveren? En wat moet ik me daarbij voorstellen? In wat voor een situatie zou dit feitelijk mogelijk zijn? Ja, als je goed kijkt in de wet, artikel 115 boek 3, dan zou je moeten zeggen dat een houder niet in staat is brevi manu te leveren. De brevi manu levering, laat ik zeggen eerst wat het is. Brevi manu levering is het geval waarbij iemand een zaak al in handen heeft, onder zich heeft, maar er nog niet geleverd is. In zo'n geval mag volstaan worden met levering door middel van een enkele afspraak. Dus de vervreemder en de verkrijger die de zaak al onder zich heeft, spreken af dat de verkrijger vanaf nu bezitter is. Bijvoorbeeld het geval dat je een bankstel op proef hebt meegekregen naar huis. Als je na een paar weken besluit om dat bankstel aan te schaffen, dan kan je met een telefoontje volstaan naar de leverancier en afspreken dat de bank voortaan van jou is. Daarmee ben je ook meteen bezitter geworden. Als je goed kijkt naar artikel 115, is dat een leveringsvorm die eigenlijk alleen openstaat voor bezitters. Want er staat in de aanhef van 115 dat brevi manu levering alleen maar zich voordoet bij bezitsoverdracht. Niettemin heeft de Hoge Raad beslist, en valt ook in de parlementaire geschiedenis te lezen, dat ook een houder brevi manu kan leveren. Hoe doet hij dat? Hij doet dat door enkele wilsovereenstemming. Hij spreekt af als houder dat de verkrijger voortaan bezitter is. Bijvoorbeeld wanneer de leverancier van het bankstel de zaak onder eigen voorbehoud had verkregen, dan is hij niet meer een houder van dat bankstel. Als hij niettemin die afspraak maakt met de klant dat het bankstel voortaan voor de klant is, dan is sprake van brevi manu levering door een houder. En wat is dan de levering longa manu? Levering longa manu lijkt hier wel op, is toch iets complexer, want daar doet zich voor dat de zaak in handen is van een derde. Bijvoorbeeld de zaak ligt in een pakhuis of in een loods, of als het om een auto gaat bij de garagehouder, bij een fietsenmaker, het geval van een fiets. In die gevallen kan geleverd worden door levering longa manu. En dat is dus het geval dat niet alleen afgesproken wordt dat de zaak voortaan voor de verkrijger is, maar er moet dan ook nog een bericht worden gestuurd naar die houder, naar die derde,
dat hij voortaan voor de nieuwe verkrijger moet gaan houden. We hadden het net al over de CP-levering. Hoe verhoudt zich dat dan met een houder die brevimanum levert? Ja, ook dus CP-levering, de levering constitutum possessorium, wordt geregeld in artikel 115. En ook daar moet je dan dus aannemen dat alleen een bezitter in staat is om op die manier te leveren, CP te leveren. En dat klopt ook. Hè? Anders dan bij brevimanu en bij longamanu houden we bij de CP-levering wel vast aan de regel dat alleen een bezitter tot een dergelijke leveringsvorm in staat is. In werkelijkheid verandert er dus een tijdje niets bij een CP-levering. Is dat niet onhandig voor derden die er misschien op vertrouwen dat er geen levering heeft plaatsgevonden? Ja, dat is juist. Bij een CP-levering is niets waarneembaar. Dat geldt natuurlijk ook voor de longamanu-levering, waarbij de zaak nog altijd in de loods of in het pakhuis blijft liggen. Maar bij de CP-levering is dat extra kwalijk, vindt in ieder geval de wetgever. Want het is daar de vervreemder die de zaak onder zich blijft houden, terwijl derden dat niet kunnen zien. Niet kunnen zien dat de zaak inmiddels aan een ander toebehoort. En om die reden heeft onze wetgever de CP-levering ook niet ruim baan gegeven. Er zijn een aantal bepalingen die de werkingssfeer van de CP-levering inperken. Dat geldt voor artikel 111 boek 3, ik noemde dat al, het verbod op bezitsinterversie. Als je eenmaal houder bent, dan kan je niet jezelf tot bezitter maken. Je kan ook niet jezelf tot houder voor een ander maken. En dat wil dus zeggen dat een houder gewoon niet in staat is tot CP-levering. En daarin kan je een achterstelling van de CP-levering zien. Ook in artikel 90 lid 2 van boek 3 vinden we een regel die de CP-levering aan banden legt. Die regel houdt in dat als een zaak CP is geleverd, de verkrijger nog niet veilig is tegenover personen met een ouder recht op die zaak. Dus die CP-verkrijger wordt achtergesteld bij andere verkrijgers. Hij heeft te maken met eventuele oudere aanspraken op die zaak van derden. Kan je ook leveren zonder bezitsverschaffing? Je kan inderdaad leveren zonder bezitsverschaffing, maar alleen in het geval dat je bezit kwijt bent. Dus het geval dat je bestolen bent. Standaard voorbeeld. Als je auto gestolen is, mag je op een andere manier leveren dan door bezitsverschaffing. Namelijk door het opmaken van een daartoe bestemde akte. Artikel 95 boek 3. En is het anders bij onroerend goed? Ja, bij onroerend goed heb je daar niet mee te maken. Bij onroerend goed wordt op een totaal andere wijze geleverd. Namelijk door middel van die notariële akte plus inschrijving van die akte in openbare registers. Dus daar speelt het bezit geen rol bij de overdracht. Heeft geen overdrachtsfunctie. Maakt het uit of je consument bent als je een onroerend goed koopt? Ja, sinds 2003 gelden op dit punt een aantal nieuwe regels. Regels die de consumentkoper van registergoederen extra bescherming bieden. In de eerste plaats is nu vereist dat de koop schriftelijk wordt gesloten. Dus een mondelinge koop door een consument van een huis heeft geen rechtsgevolg meer. Daarnaast is nu bepaald dat de consumentkoper 3 dagen bedenktijd heeft. Dus hij heeft vanaf het moment dat hij schriftelijk bewijs krijgt van de koop nog 3 dagen de tijd om na te gaan of hij de koop echt gestand wil doen. Zo niet, dan moet hij een briefje sturen aan de verkoper waarin hij laat weten dat hij de koop weer ontbindt. En dat kan hij doen zonder opgaan van reden, dus zonder goede reden. In dat geval is hij weer, zonder dat het hem wat kost, af van zijn aankoop. En tenslotte geldt nu ook een nieuwe regel die alleen niet speciaal voor consumenten geldt, maar voor alle kopers, dat de koop kan worden ingeschreven in de openbare registers, dus nog voor de levering, de zogenaamde voormerkoem. En daarmee is de koper veilig tegen beslaglegging, tegen faillissement of tegen het risico dat een ander een hoger bod uitbrengt en de zaak ook verkocht krijgt. Dus dat is een bijzondere bescherming voor alle kopers van registergoederen. Wat is cessie en hoe gaat cessie in zijn werk? Cessie, dat is de levering van vordering op naam, zeg maar gewone vorderingen. Dus cessie staat voor levering van vordering op naam. En van oudsher kennen wij openbare cessie, dat wil zeggen cessie door middel van een onderhandse akte, waarbij mededeling van de cessie wordt gedaan aan de debiteur. Daarnaast hebben we sinds 2004 een nieuwe vorm van cessie, de zogenaamde stille cessie. En daar mag mededeling achterwege blijven. Maar dan geldt wel als aanvullend vereiste dat de onderhandse cessieakte ook nog eens wordt geregistreerd op het belastingkantoor. En als je dan de cessie aan de debiteur wil tegenwerpen? Ja, in het geval van stille cessie is het dus goederenrechtelijk niet meer nodig om mededeling te doen aan de debiteur. De cessie is voltooid, dus het recht is overgegaan op het moment dat de onderhandse akte wordt geregistreerd.
Maar als je dan uiteindelijk je geld wil van die debiteur, dan zal je hem toch mededeling moeten doen. Want pas door de mededeling wordt de cessie tegenwerpelijk aan die debiteur. En kan je ook toekomstige vorderingen leveren? Ja, ook toekomstige vorderingen zijn vatbaar voor cessie. Dat blijkt uit artikel 97, want daarin staat dat uitsluitend onroerende zaken niet vatbaar zijn voor levering wanneer ze nog toekomstig zijn. Wel geldt dat toekomstige vorderingen alleen maar openbaar gestudeerd kunnen worden en niet stil gestudeerd kunnen worden. Want voor stille cessie is wel vereist dat de vordering al bestaat of rechtstreeks wordt verkregen uit een bestaande rechtsverhouding. Dus heb je toekomstige vorderingen en toekomstige zaken? Ja, dat onderscheid moet je maken inderdaad. Toekomstige onroerende zaken bestaan ook, maar die kunnen dus niet worden geleverd. Dat is gewoon het huis wat je besteld hebt, maar wat nog niet gebouwd is. Toekomstige roerende zaken zijn wel vatbaar voor levering. En zullen dus ook op de manier waarop roerende zaken worden geleverd, geleverd moeten worden. Dus door bezitsverschaffing. Is degene aan wie geleverd wordt dan ook eigenaar geworden als je hem of haar een toekomstig goed hebt geleverd? Nee, eigenaar word je nog niet, want de zaak bestaat nog niet. Dus je kan nog geen eigendom verkregen hebben. Het zit zo dat de levering weliswaar nu al plaatsvindt, maar pas geëffectueerd wordt, dus rechtsgevolg heeft, op het moment dat het goed in kwestie ontstaat. Dus als het gaat om een vordering, op het moment dat die vordering echt ontstaat en niet meer toekomstig is, zal de verkrijger rechthebbende worden. Maar er geldt dan wel een hele belangrijke voorwaarde, namelijk dat de cedent, de overdrager, op dat moment nog beschikkingsbevoegd is. En als hij op dat moment al failliet verklaard is, om wat voor reden dan ook, dan zal de cessie dus achteraf bezien toch mislukt zijn. Want er is niet voldaan aan de voorwaarde dat de cedent nog bevoegd is tot cessie op het moment dat de vordering ontstaat. Als je dreigt failliet te gaan, kan je dan niet snel alvast al je toekomstige vorderingen cederen? Heeft het zin om zoiets te doen? Je kan het doen, maar het heeft geen zin. Want wanneer toekomstige vorderingen gestudeerd zijn en de cedent blijkt failliet te zijn op het moment dat die vordering ontstaat, dan heeft de cessie dus achteraf bezien geen zin gehad. De vordering valt gewoon in de failliete boedel, kan dus niet worden tegengeworpen aan de gezamenlijke schuldeisers. Derde bescherming. Wat zijn mijn rechten als ik een roerende zaak verkrijg van iemand die niet bevoegd is om hierover te beschikken? Wanneer je verkrijgt van een beschikkingsonbevoegde, dan hoeft dat niet fataal te zijn. Je kan beschermd worden. Maar dan moet wel voldaan zijn aan een aantal vereisten. Als we uitgaan van een zaak die niet gestolen is, dan geldt als vereist dat je te goede trouw bent. Je mag dus niet hebben geweten dat de verkrijger onbevoegd was om de zaak over te dragen. En verder moet sprake zijn van een overdracht anders dan om niet. En dat wil zeggen, er moet overgedragen zijn met een daaraan verbonden verplichting om een tegenprestatie te betalen. Dus moet zeg maar een koopprijs betaald worden. En tenslotte zal je in zo'n geval desgevraagd moeten vertellen van wie je die zaak hebt verkregen, hoe je eraan bent gekomen. En daarvoor zal je de gegevens moeten verschaffen die je nodig mocht achten om jouw verkoper terug te vinden. En die verplichting bestaat gedurende 3 jaar. Mocht sprake zijn van een zaak die wel gestolen is, dan geldt nog een aantal aanvullende vereisten. In de eerste plaats zal je dan consument moeten zijn geweest. Alleen een particulier die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt beschermd. Verder zal de overdrager juist een professional moeten zijn, een winkelier die handelt in dergelijke zaken. En ook zal sprake moeten zijn van een overdracht in een gebouwde onroerende zaak, dus in een winkel. Die eis betekent, houdt dus in dat degene die een gestolen zaak verkrijgt op een markt of op straat niet beschermd wordt. En kan ik de derde bescherming ook inroepen bij een CP-levering? Nee, daar staat aan in de weg artikel 90, ik noemde het al, artikel 90 lid 2 van boek 3. Die regel houdt in dat degene die CP verkrijgt, die dus de zaak nog niet feitelijk in handen krijgt, maar wel al geleverd krijgt, dat die persoon nog achter staat bij mensen met een ouderrecht op die zaak. Dus degene die eigenaar is van die zaak, die zal de zaak kunnen opvorderen zolang de zaak nog niet feitelijk is afgegeven aan de verkrijger, aan de CP-verkrijger. Maakt het uit of de overdracht aan de verkrijger vernietigd wordt voor de mogelijkheid om te worden beschermd op grond van artikel 86? Ja, dat maakt zeker uit, want derde bescherming is uitsluitend bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid, niet tegen eventuele andere problemen bij de overdracht. Dus er moet gewoon voldaan zijn aan de andere overdrachtsvereisten. En dat houdt dus in, er moet wel een geldige titel zijn en er moet op juiste wijze geleverd worden. In het geval de koop wordt vernietigd, is er dus een titelgebrek. Er is geen geldige titel voorhanden en dat staat aan rechtsgeldige overdracht in de weg. Wat voor bescherming biedt artikel 88 van boek 3?
Artikel 88 is de zusterbepaling van artikel 86 en is bestemd voor de cessie en voor de levering van registergoederen. Het gaat daarom echt andere gevallen, want bij roerende zaken is niet zichtbaar wie de rechthebbende is. Dat probleem speelt bij registergoederen dus veel minder, want daar zijn nou eenmaal openbare registers waarin staat aan wie een roerende zaak toebehoort. Niettemin kan ook daar het probleem ontstaan dat geleverd wordt door iemand die niet beschikkingsbevoegd is. Dat doet zich voor wanneer in een eerdere overdracht iets is misgegaan. Bijvoorbeeld er is verkocht op grond van een wilsgebrek. De titel wordt nadien vernietigd. Dus op een moment nadat de zaak al is doorgeleverd aan een derde. Nou, die derde kan zich dan beroepen op derde bescherming. Omdat er sprake is van een gebrek in een eerdere overdracht. Het is dan een eerder titelgebrek. Hetzelfde is mogelijk wanneer er sprake is van een gebrek in de levering in de eerdere overdracht. Welke rol speelt het beginsel van goede trouw hier? Ik zie goede trouw niet als een beginsel, maar als de grondslag van derde bescherming. Het hele leerstuk van de derde bescherming bestaat omdat, ten aanzien van roerende zaken althans, niet zichtbaar is wie daar eigenaar van is. Dus je wordt beschermd omdat je niet weet wie rechthebbende is. Dus het is niet alleen een vereiste voor derde bescherming, het is ook de grondslag van de derde bescherming, de reden dat het in het wetboek staat. Maakt het hiervoor uit of het gaat om een feit dat in de registers kan worden ingeschreven? Maar ja, dat doet zich bij roerende zaken natuurlijk per definitie niet voor. Bij overdracht van registergoederen is wel vereist wat in de registers te vinden is. Want daar wordt je geacht alles te weten wat in de registers is vermeld. Dus daar speelt dat een grote rol. Niettemin kennen we wel derde bescherming bij registergoederen. Artikel 88 boek 3 verleent wel degelijk ook aan het verkrijgen van registergoederen bescherming tegen onbevoegdheid van de vervreemder. Maar dat heeft te maken met gevallen waarin op het moment van dienstverkrijging nog niet zichtbaar was dat er iets mis zou gaan. Dus dat de vervreemder beschikkingsonbevoegd zou worden door vernietiging van zijn eigen verkrijging. Wat zijn zekerheidsrechten? Zekerheidsrechten zijn rechten die zijn gevestigd om een persoon zekerheid te bieden dat hij een verhaalsobject heeft wanneer hij zijn vordering niet nagekomen ziet worden. En wat is een verhaalsobject? Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het zekerheidsrecht pandrecht. Daar kan een object worden verpand ter verzekering van een bepaalde schuld. En het object in kwestie is dan hetzij een zaak, hetzij een vordering. Dus beide zaken en vorderingen zijn vatbaar voor verpanding. En bestaan zekerheidsrechten alleen in het goederenrecht? Nee, ook in het contractrecht, in het verbindingsrecht treffen we wel zekerheidsrechten aan. Het mooiste voorbeeld is de borgtocht. Echt een contractueel zekerheidsrecht. Een derde staat in voor de schuld van een ander omdat hij zich borg heeft gesteld. Wat is het verschil tussen een hypotheek en een pandrecht? Het verschil is eigenlijk in essentie alleen maar dat het rust op een ander type object. Een pandrecht rust op hetzij een roerende zaak, hetzij een vordering. Hypotheek het rust per definitie op een registergoed. En wat wordt bedoeld met het publiciteitsbeginsel? Het publiciteitsbeginsel is een van de belangrijkste regels, beginselen achter ons goederenrecht. En het houdt in dat absolute rechten, de rechten waar het om gaat in het goederenrecht, kenbaar zijn voor derden. Het gaat om rechten die tegen een ieder in de wereld kunnen worden ingeroepen. En het is dus, vindt de wetgever, van groot belang dat iedereen in de wereld ook kan ontdekken, kan waarnemen dat dit absolute recht bestaat. Wat is een zekerheidsoverdracht? Een overdracht waarbij de eigendom wordt overgedragen aan de verkrijger om te dienen als zekerheidsobject. Dus het is eigenlijk een zusterfiguur van het pandrecht. Het eigendom wordt overgedragen om als verhaalsobject te dienen voor de verkrijger. In het nieuwe BW is een dergelijke zekerheidsoverdracht verboden. Artikel 84 lid 3 boek 3. Maar de Hoge Raad heeft in het Sogelies-arrest uit 1995 bepaald dat dat verbod alleen maar in de weg staat aan die zekerheidsoverdrachten waarbij er geen ander doel is dan het verstrekken van een zekerheidsrecht, een verhaalsobject, aan de verkrijger. Als er meer dan enkel een verhaalsoogmerk is, dan is de overdracht wel degelijk geldig. Maar is een zekerheidsoverdracht dan toch net iets anders dan een sale- en leaseback-overeenkomst? Ja, in zoverre. In het Sogelies-arrest, wat ik net noemde, ging het om een sale- en leaseback-transactie. En de Hoge Raad heeft beslist in dit arrest dat een sale- en leaseback in beginsel geldig is. Dus bij een sale en leaseback is volgens de Hoge Raad sprake van een overdracht waarbij de verkrijger meer dan enkel een sterk verhaalspositie wil verkrijgen. En de klassieke zekerheidsoverdracht zoals we die in het oude BW tegenkwamen, daar werd overgedragen aan een bank en werd de zaak weer in gebruik teruggegeven
aan de overdrager op grond van bruikleen. Dat type transactie is en blijft verboden. Wat is stille verpanding? Bij stille verpanding moet je weer onderscheid maken tussen stille verpanding van vorderingen en stille verpanding van roerende zaken. In beide gevallen gaat het om een zekerheidsrecht waarbij de buitenwereld niet kan zien dat het zekerheidsrecht bestaat. Dus bij stille verpanding van een vordering wordt geen mededeling van die verpanding gedaan aan de debiteur in kwestie. Bij stille verpanding van een roerende zaak blijft machtsverschaffing achterwege. Dus de zaak blijft waar die al was. En hoe verhoudt het stille pandrecht zich dan met stille cessie? Er is eigenlijk alleen maar overeenkomst. Hè. De vormvereisten zijn exact hetzelfde. En ook geldt voor beide dat het niet mogelijk is om die figuur te gebruiken bij toekomstige vorderingen. Dus er zijn eigenlijk alleen maar overeenkomsten. Zij dat natuurlijk stille verpanding alleen maar gebruikt wordt voor een zekerheidsdoelmerk. Een stille cessie kan voor hele andere redenen gebruikt worden. En stille cessie is de daadwerkelijke overdracht van een vordering, toch? Ja, bij stille cessie gaat het recht op die vordering over op de verkrijger, zonder dat de debiteur dat te weten komt. Dat zal eventueel op een later moment te weten komen, maar dat is helemaal niet gezegd. Hoe bepaald moet de vordering zijn waar een stil pandrecht op wordt gevestigd? Ja, volgens de wet moet een goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn bij de overdracht. Dus in ieder geval op het moment van de levering leiden we daaruit af. Maar ten aanzien van vorderingen heeft de Hoge Raad in een hele reeks van arresten beslist dat we die bepaaldheidseis niet streng moeten uitleggen. Het is voldoende, zegt de Hoge Raad, keer op keer, als eventueel achteraf aan de hand bijvoorbeeld van de boekhouding van de wederpartij van de bank kan worden achterhaald welke vorderingen nu precies verpand zijn. En je kan dan ook beter spreken van bepaalbaarheidseis dan van een bepaaldheidseis. Het is niet meer nodig dat iedere vordering afzonderlijk wordt vermeld in de pandakte. Het mag achteraf worden vastgesteld welke vorderingen nu precies verpand waren. Waarom zou ik beslag leggen? Als je iets te vorderen hebt van een ander, dan mag je beslag leggen op een van zijn vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld zijn fiets. En het gevolg van die beslaglegging is dat die fiets niet meer kan worden overgedragen aan een ander zonder dat de beslaglegger dan greep op die fiets houdt. Dus als de fiets toch wordt overgedragen aan een ander, dan werkt die overdracht niet jegens de beslaglegger. En dat betekent dat die fiets dus een verhaalsobject blijft voor de beslaglegger. Maar je gaat dus pas beslag leggen op het moment dat je al weet dat er iets fout is gegaan. Nou, iets fout is gegaan. Je hebt niet op tijd je geld gekregen. Dus je hebt reden om je zorgen te maken. En dan mag je overgaan tot beslaglegging. Ja, en dan zal je daarna naar de rechter moeten stappen om de zaak te mogen executeren. Het is niet zo dat je door beslaglegging ook meteen verhaal mag nemen op het object. Het verzekert dat er een object is om te zijner tijd eventueel verhaal op te nemen. En terwijl bij verpanding, als je een pandrecht hebt, mag je wel gelijk dan is dat meteen een verhaalsobject. Je bent zelfs separatist, dus je hebt ook niks meer te maken met eventueel faillissement van jouw wederpartij. De zaak is aan jou verpand om als verhaalsobject dienst te doen voor het geval je niet meer op de normale wijze je geld krijgt. En wat is faillissement dan? Faillissement is nauw verwant aan beslag, inderdaad. Faillissement leidt ook tot beslag, namelijk een faillissementsbeslag. Dat is een beslag ten behoeve van alle schuldeisers. Belangrijk verschil tussen gewoon beslag en faillissementsbeslag is dat gewoon beslag slechts relatieve werking heeft. Het werkt alleen tussen de beslaglegger en de beslagene. Faillissementsbeslag leidt tot absolute beschikkingsonbevoegdheid. Je bent gewoon niet meer bevoegd om over te dragen aan een ander. Die overdracht mislukt dus gewoon. Stel dat ik nou een koelkast koop van iemand waarvan het faillissement is uitgesproken. Kan ik me dan beroepen op derde bescherming? In theorie kan dat, maar voorwaarde voor derde bescherming is dat je te goede trouw bent. En daar gaat het mis, want de wet bepaalt, artikel 35, faillissementswet, dat je geacht wordt vanaf de faillietverklaring op de hoogte te zijn van het faillissement. Dus je weet, je wordt geacht te weten dat de overdrager onbevoegd is om over te dragen. Dus je komt niet in, je valt niet in de termen voor derde bescherming daardoor. Omdat het bekend wordt gemaakt of zo? Ja, je bent daar natuurlijk niet van op de hoogte, maar je wordt geacht daar wel van op de hoogte te zijn. Dat is dus gewoon een rechtsvermoeden waar je niks tegen kan beginnen. Je wordt geacht te weten wanneer iemand is faillietverklaard. En als er nou een beslag op de koelkast is gelegd? Dan is het heel simpel, alle gelegde beslagen vervallen. Artikel 33 van de faillissementwet bepaalt dat. Een van de kortste wettelijke bepalingen die je kent. Alle gelegde beslagen vervallen. Bij faillissement. Door de faillietverklaring.
En wat is een eigendomsvoorbehoud? En het voorbehoud is een clausule in een overeenkomst. Hè. Laten we als voorbeeld nemen een koopovereenkomst. Die clausule houdt in dat de eigendom van de koopwaar pas overgaat op de verkrijger op het moment dat die verkrijger een bepaalde prestatie verricht. Normaal gesproken is dat natuurlijk het betalen van de koopprijs. Dus er is sprake van een overdracht onder een opschortende voorwaarde van betaling van de kooppenningen. Kan je ook een eigendomsvoorbehoud maken en toch beschikkingsbevoegd zijn? Ja, we gaan ervan uit dat dat kan inderdaad. Hoewel je dat in het wetboek niet vindt. Maar wij construeren het zo dat het mogelijk is om weliswaar eigendom voor te behouden bij de overdracht. En niettemin af te spreken dat de verkrijger wel bevoegd is om de zaak binnen de normale handel aan een derde over te dragen. En daarmee wordt die verkrijger ook in staat gesteld om het geld binnen te halen om de leverancier weer af te betalen. Dus het is ook in het belang van de leverancier dat hij die beschikkingsbevoegdheid op die manier afstaat. En wat als door een beschikkingsonbevoegde en goed waar een eigendomsvoorbehoud voor is gemaakt aan mij wordt overgedragen? Kan ik me dan beroepen op derde bescherming? Ja, vrij gemakkelijk zelfs. Hoge Raad heeft beslist dat als je een zaak verkrijgt waar nog een eigendomsvoorbehoud op rust, dat je dan vrij snel in de termen valt voor derde bescherming. Want er worden dan niet al te zware eisen gesteld aan jouw goede trouw. Je wordt al beschermd wanneer jij geen reden had om ervan uit te gaan. Je wordt al beschermd als je geen reden had om te twijfelen aan de normale afwikkeling van de voorgaande transactie. En als jij keurig betaalt aan jouw wederpartij, heb jij die reden ook niet zo snel. Want je mag ervan uitgaan dat degene die het geld ontvangt, dat dan weer gebruikt om de eigenaar af te betalen. Mag je bij iedere overdracht een eigendomsvoorbehoud maken? Het mag wel bij iedere overdracht, maar het mag niet voor iedere tegenprestatie. Er staat heel nauwkeurig in de wet voor welke vorderingen je een eigendomsvoorbehoud mag bedingen en voor welke het dan dus ook niet mag, kan je daaruit afleiden. Dus het is in ieder geval toegestaan ter verzekering van het verkrijgen van de tegenprestatie. Het is ook toegestaan voor de prijs van eventueel overeengekomen nevenprestaties. En tenslotte mag je het eigendomsvoorbehoud gebruiken ter verzekering van het bedrag dat jou verschuldigd is uit hoofde van eventuele wanprestatie. Maar buitendien is het dus niet toegestaan en wordt het ook voor ongeschreven gehouden. Wat is het verschil tussen een eigendomsvoorbehoud en een retentierecht? Bij een eigendomsvoorbehoud blijf je daadwerkelijk eigenaar totdat je de tegenprestatie hebt verkregen. Het retentierecht werkt niet met eigendom of iets dergelijks. Het retentierecht heb je in de wet aangegeven gevallen en bestaat in de bevoegdheid om een verplichting tot afgifte van een object op te schorten totdat jij niet de jouw verschuldigde tegenprestatie hebt ontvangen. Dus het is eigenlijk niet meer dan een chantagemiddel. Een chantagemiddel omdat je een zaak die je moet afgeven nog een tijdje onder je mag houden op grond van jouw retentierecht. En daarmee dwing je de ander, de wederpartij, om die tegenprestatie te betalen. Met name natuurlijk wanneer de zaak die je onder je houdt veel meer waard is dan het geld dat jou nog verschuldigd is. Dus bij een eigendomsvoorbehoud houd je het recht op de zaak bij je en bij een retentierecht hou je de zaak zelf bij je. Ja, precies. Zonder dat je daar recht op hebt. Je hebt geen recht op die zaak, maar je hebt wel het recht om die zaak onder je te houden. Ja. Is het handig, een retentierecht? Ja, ik noem het altijd een chantagemiddel. Juist in die gevallen dat het object heel veel waard is of heel erg belangrijk is voor de ander. Bijvoorbeeld een boekhouding. Hè, dat is niet veel waard, maar dat is natuurlijk heel belangrijk voor de ander om terug te krijgen. Dus we hebben allemaal gevallen gezien waarbij accountants de boekhouding onder zich houden zolang er niet betaald wordt. En daarmee hebben ze natuurlijk een prachtig chantagemiddel in handen. En dat geeft ook meteen aan waarom het niet al te snel mag. Want het verschaft ze een heel erg sterk machtsmiddel ter verzekering van hun vordering. In uw onderzoek houdt u zich ook bezig met goederenrechtelijke kwesties in Europa. Wat speelt er op dit moment? Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de vraag of het goederenrecht, althans onderdelen van het goederenrecht, ook deel zullen gaan uitmaken van het Common Frame of Reference, hè, het gemeenschappelijk referentiekader waar nu zo hard aan gewerkt wordt in Europa. Hè, de bedoeling was aanvankelijk dat ook bepaalde onderdelen van het goederenrecht daar deel van zouden uitmaken. En dan met name overdracht van roerende zaken. En ook de cessie zou in dat Common Frame of Reference opgenomen worden. Daarna is vanuit Europa wel twijfel gezaaid of dat echt gaat gebeuren. Ik geloof dat op dit moment wel het idee is dat dat er niet in zou komen. Maar niettemin, onder wetenschappers wordt daar druk over gecongresseerd en geschreven. En verder wordt er hard gewerkt door sommige juristen in Europa aan het maken van de zogenaamde eurohypotheek. En wat zou er iets inhouden, de eurohypotheek? Dat is dan een hypotheekvorm die waarbij je geen last meer hebt van de grenzen binnen Europa. Dus waarbij je een buitenlandse financier de mogelijkheid geeft om hypotheken te verstrekken in Nederland.
Denkt u dat de studenten die nu rechten studeren nog te maken krijgen met een Europees BW? Ja, ik hoop dat van harte. Ik ben een warm voorstander van een Europees BW en ik hoop ook echt dat dat gaat gebeuren. Ik zeg er wel meteen bij dat ik er zo'n voorstander van ben om politieke redenen. Ik zie dat als een stap naar verdere Europese integratie en daar ben ik dus voorstander van. Of het echt zal gebeuren, dat durf ik echt niet te voorspellen. Of dat binnen 3 decennia zal gebeuren. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik het hoop. Waarom bent u voorstander van Europese integratie? Ja, dat voert wat ver van het goede recht af. Maar ik ben voor Europese integratie, omdat ik geloof dat de volkeren van Europa alleen maar hun eigen lot in handen kunnen houden als zij zich tot 1 Europese staat verenigen. En dat kan onder andere door middel van de harmonisering van het privaatrecht? Als Europa 1 natie wordt, denk ik dat verdergaande juridische integratie wel nodig is. Het is natuurlijk niet nodig om 1 Europees privaatrecht te hebben. Kijk naar de Verenigde Staten van Amerika, waarbij natuurlijk ook de staten ieder een eigen privaatrecht hebben. Maar als instrument voor integratie kan juist juridische samenwerking wel belangrijke dienst doen.